Hey, groep 6, we doen blok 5, week 1, les 1. Dus we beginnen met een nieuwe blok. Dat betekent ook dat je je nieuwe werkboek er even bij pakt. Schrijf je naam op de voorkant en dan gaan we aan de slag met de eerste les. Bij de startopdracht staat dat je 6 getallen verder springt met sprongen van 1, 10 en 100. En schrijf de rijen in je schrift. Daar bedoelen we mee je uitrekenschrift. Dus 6 getallen bij deze, 6 getallen bij deze en 6 getallen bij deze. Daarna klik je weer op play, gaan we verder. Het doel van de les. Nou, we gaan oriëntatie van getallen doen. Dat betekent dat we de getallen op de goede posities gaan zetten en zo. Wat is nou nu het doel? Je leert tellen tot en met 100.000 met sprongen van 1, 10, 100, 1000 en 10.000. Getallen tot 100.000 leer je splitsen en samenstellen met 10.000-tallen, 1000-tallen, 100-tallen, 10-tallen en 1-1. En getallen tot 100.000 schrijven. Het lijkt heel veel. We leren eigenlijk verder tellen met sprongen. We gaan ze leren los te maken, dus de honderdduizenden los, de duizenden los enzovoort. En we gaan ze schrijven. 3 dingen dus. In de volgende les gaan we ze ook schattend leren plaatsen op de getallenrij. Nou, dit hebben we al vaker gedaan met andere getallen, dus het is niet nieuw. Bekijk even het filmpje. Het is echt een hele mooie auto. Ja, en net ingeruild van een oudere dame. Altijd keurig onderhouden, niet veel kilometers gereden, maar 65.880. Oh, dat valt inderdaad erg mee. Ha, dat dacht ik. Nou, ik lees hier 99.880. Wat? Dat scheelt nogal. Ja. Wat zijn ze er zorg mee tegenwoordig. Hè? Weet u wat? Ik doe de €500 van de prijs af, dus in plaats van €11.250 wordt de prijs voor u €10.750. En ik doe onze voortreffelijke garantie van 3 maanden speciaal voor u gratis bij. Die zat er toch al bij? Ja, precies. Dus voor een verschil van 34.000 kilometer krijg ik €500 korting? Yes, super deal toch? Zullen we pinnen? Nou, nee. Ik kijk even verder. Dank u. Oh, echt? Maar hij heeft altijd binnen gestaan, hè? Oud vrouwtje geweest. Gratis wasstraat, abonnement. Niet? Nou, getallen tot 100.000 zie je dus bijvoorbeeld terug in de kilometerstanden van auto's. Moet je maar eens kijken bij jullie eigen auto op hoeveel kilometer die staat. Bij de hulp zie jij staan hoe je eentje verder eentje terug kan tellen en hoe je hem in je positieschema kan zetten. Komen we zo op terug. Je ziet hier 6 verschillende auto's. Je mag zo even de video op pauze zetten en eventjes de kilometerstand hardop uitspreken en het bedrag hardop uitspreken. En dat mag je even doen met iemand die bij jou in de buurt is als dat lukt, zodat diegene kan checken. Ja? Daarna gaan we ze zo even bespreken. Oké, okay, we bespreken ze even. 65.170 kilometer, €12.650. 43.860 kilometer, €18.750. 22.100 kilometer, €41.200. 78.790 kilometer, €23.400. 38.900 kilometer, €19.950. 29.950 kilometer, €37.500. Oké. Je ziet iedere keer dat je het stukje van de duizenden samenpakt met uitspreken en het stukje van de honderden samenpakt met het uitspreken. Nou, dit positieschema zit als het goed is ook nog in je wisbordje. Heb je die niet meer, dan pak je zelf gewoon een blaadje, teken je even het positieschema. Dit is voor jou heel handig om te zien, hey, moet ik het nou bij de tienen erbij doen, bij de honderden, wat verandert er? Dat maakt het wat duidelijker.
Jij gaat bij opdracht 1 zo meteen het volgende doen. Je spreekt het getal hardop uit. Hij staat hier ook uitgeschreven. Dan ga jij hem in het positieschema schrijven. En dan ga je de losse tienduizenden opschrijven, de losse duizenden, de losse honderden, de losse tienen en eventueel nog de ene. Als je dat gedaan hebt, klik je weer op play, want dan bespreken we er even een paar. Oké. We bespreken even de tweede. Er staat 88.361. Ik ga hem in het positieschema invullen. 88.361. Ik ga hem splitsen. Stond ook in het doel van de les, hè? Uitspreken, splitsen. Ik heb 18.000. Ik heb 8.000. Ik heb 300. Ik heb 6 tienen. En ik heb 1 1. Oké, ik ga ze niet allemaal bespreken, maar kijk eventjes of je het goed gedaan hebt in de antwoorden. Gaan we naar de tweede opdracht. Hier ga jij het schema verder invullen. Je telt hier een kilometer bij op, hier 10 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer of 10.000 kilometer. Je telt niet iedere keer verder, maar je telt het iedere keer bij het begingetal op. Dat is even belangrijk. Dus bij 1 kilometer tel je hier 1 kilometer bij op. Je telt hier 10 kilometer bij op. Dus niet verder tellen met jouw vorige getal. Ga het even maken, gaan we er zo in bespreken. Oké, nou, we bespreken de eerste eventjes. Hier zou jij dus prima jouw positieschema bij kunnen gebruiken als je dit lastig vindt. Ik ga er eerst 1 hele kilometer bij optellen. Hier staan 9 kilometer, eentje erbij is 10 kilometer. Dus ik heb 13.810 kilometer. Volgende ga ik er 10 kilometer bij tellen. Die moet dus bij de tienen. Ik zie dat er nu 0 tienen zijn. Dat wordt er 1. Dus 13.819 kilometer. Dan gaan we er 100 kilometer bij doen. Ik zie hier dat er 800 erbij zijn. Dan doe ik er 1 honderdtal bij. Dat kan gewoon. 13.909 kilometer. Okay. Nu ga ik er 1000 kilometer bij doen. Ik zie dat er 3000 zijn. Dat worden nu 4000. Dus 14.809. Nu moet ik er een 10.000 bij doen. Ik zie hier dat er 1 10.000 is. Dan moet ik er nog 1 bij doen. Dan worden er 2 tienduizenden. Dus 23.809. Oké, en ik vergeet hier de kilometers en hier ook. Nou, dit heb jij verder als het goed is zo ingevuld. Check het even met de antwoord of het goed is gegaan. Jij gaat aan de slag met opdracht 3 en 4 moeten af zijn. En opdracht 5 en 6 kun je maken als je snel werkt. Als je wat uitdaging nodig hebt, dan maak je 5 en 6 ook. Veel succes ermee!